Welkom bij alweer het derde filmpje. Vandaag gaan we kijken of we werkelijk iets nuttigs kunnen doen met Python. En wat we gaan proberen is het geld op een rekening te voorspellen als die een bepaalde jaarlijkse rente heeft. Nou, we willen dat voor 25 jaar gaan doen. Dus ik ga het maar voor 25 punten berekenen. We willen de rentepercentage, nou wat zullen we zeggen? 2%. En dan kan ik hier achter even zeggen: zetten, 2% rente. Dit is de manier hoe je commentaar kan toevoegen in Python met zo'n teken. Um, en ik ga dit even. In plaats van een I ga ik het even rekening noemen. Dat vind ik duidelijker. Uh, dat houdt in dat ik nog wel wat meer dingen moet veranderen. Maar oké. Okay. Dus we hebben nu de, de variabelen, die hebben we allemaal. We hebben de rente, we hebben de tijd en we hebben de rekening. Oh, we moeten nog even. De beginwaarde van mijn rekening aangeeft. Dus laten we voorstellen eh, voorstel dat ik 1000 euro op mijn rekening heb op tijdstip t0. <coughs> wat we nu moeten gaan doen, wat we nou ja, niet moeten gaan doen, maar wat we gaan doen, in plaats van dat we een of andere fancy formule hebben waarmee we gaan uitrekenen hoeveel dat eh, precies is, de rente eh, uh, voor elk tijdstip, gaan we het per jaar berekenen. <coughs> Excuses. Dus we beginnen bij jaar 0 en. Eigenlijk is het heel makkelijk om te weten wat dan het geld op de rekening is in jaar 1. Want dat is gewoon het huidige geld van jaar 0 maal 1,02. 1,02, omdat we 2% 7% rente hebben. Als, maar dan hebben we een nieuw getal voor jaar 1. En daarmee gaan we nou net weer het nieuwe getal voor jaar 2 uitrekenen. Als we het nieuwe jaar getal hebben voor jaar 2, kunnen we weer het nieuwe getal voor jaar 3. Dus we gaan het iteratief doen. We gaan het steeds in een cirkeltje doen. Nou, en dat is een manier. Dat is. Eigenlijk een opstapje naar vergelijkingen, naar differentievergelijkingen, die superkrachtig is. Maar we gaan even heel simpel beginnen. Nou, we hebben dat kwartje hebben we niet meer nodig, hè? want we gaan gewoon... TI is nu gewoon jaren. En hier gaan we een slim dingetje doen. We gaan hier zeggen, rekening I plus 1, dus het nieuwe jaar, is gelijk aan de waarde in het huidige jaar, maal 1 plus rente. En dan moeten we hier nog even de rekening oplotten. Op nou, Eindelijk is dit alles. Als ik hem zo meteen run, gaat hij nog een foutmelding geven. Hoor. Maar ik, ik ga hem toch runnen, want dan zien we de foutmelding. Want er zit nog één probleempje in. Als ik hem run, hé, hey, er zit een probleem in. En wat is het probleem? Wat je hier ziet, is dat we dit doen voor i plus 1. En uh, de le len t was 25, omdat we 25 elementen hadden. Dus hij gaat van 0 tot 24. Maar dat i plus 1... Zorg dat, het, dat die gaat tot en met 25. En dat gaat dan natuurlijk niet goed. Want die bestaat niet. Dus wat gaan we doen? We gaan hier even een ifje bij zetten. If i uh, is gelijk aan lengte t min 1. Nou, laten we zeggen, if i is kleiner, dan mag je het berekenen. En hier gaan we ook weer inspringen. Eens even kijken of dit werkt. Ja, dit werkt. En dit is eigenlijk de eerste keer dat we echt iets nuttigs ermee gedaan hebben. En dat hebben we gedaan door met behulp van iteratie. Hè? Dus steeds weer opnieuw uitrekenen, de nieuwe waarde. En dit is eigenlijk ook een soort differentievergelijking. Nou, daar gaan we later nog wat meer over vertellen. In andere lessen ook. Maar je ziet dat dit superkrachtig is. We kunnen nu gewoon precies voorspellen wat de rente is voor elk jaar. Nou, op naar het volgende filmpje.